de eerstvolgende week mijn vrouw vertroetelen, want ik moet daar dan een goede maand van af. En dan ga ik naar de Tour, hè. Volgende week, de donderdag, doe ik de ploegenpresentatie in Rotterdam. Alle deelnemende ploegen aan de Tour die gaan daar op het podium verschijnen. En ik mag dat met een Nederlander aan elkaar praten. Leuk. En dan zijn we vertrokken. Maar van Revoort, die zijn ook al weg. Ik ga jou de microfoon geven. Geef ons een applaus, Michel Wuits. Dank u wel, dames en heren. Dank u wel. Dit is de ploeg van Sunweb. Sunweb Pro Job Revoort. Tom van Kompernolle, die als laatste van deze vier gaat tekenen. En ze worden even tegengehouden, want ze moeten een line-up doen. Hoe gaat het met je, Tom? Goed, goed, ja. Is dit een wedstrijd waarvan je denkt van ik ga ze kunnen volgen? Of ga je eerder denken van oei, het gaat hier rap gaan vandaag? Ik denk vooral de laatste. Meen je dat? Ja, zo. Ik heb hier al 2 jaar meegereden en ik vond het wel als telkens vrij hard trainen. Maar we zien wel waar we uitkomen. Wie heb je hier meegebracht? Naast mij Sven Beelen, dan Thomas Vernaagd en de verste, de kleinste van de hoop, Kevin Nekel. De kleinste van de hoop, zeg je? Zeg je dat met opzet om hem een beetje te jennen? Ja, dan heb ik het gevoel dat ik iets groter ben. En hoe zit het in het echt? Wat is het verschil tussen jullie twee? Ik denk 4 centimeter. In het voordeel van? Van mij. Maar je weet dat een dag de kleinste de grootste zullen zijn, hè? Dat zit er wel aan te komen. Okay. Die Thomas Vernaagd, dat interesseert me, want Hans de Klerk die sprak voortdurend over Thomas Vernaagd, daar zag je wel wat in. Waarom zegt hij dat? Ik zou het niet weten. Hoe weet dat niet? Je moet toch kwaliteiten hebben die een ander niet heeft, ben je misschien een doorzetter of een trainingsbeest? Oh ja, iedereen traint wel, maar ik ben redelijk rap. Niet om te zeggen voor de overwinning, maar ik kan me wel plaatsen. Waar woon je eigenlijk? Wortem-Petegem. Wortem-Petegem, dat is eigenlijk het hart van de koers, hè, als je daar Mario de Klerk bij rekent. Ja, gewoon 500 meter van Mario. En krijg je daar een beetje hulp van? Ja, maar heel de ploeg krijgt er hulp van. Dat is waar, dus inderdaad, dat is jouw ploegleider. Is hij ook van buiten van de partij? Ja. Oké. Okay. Wie van jullie haalt in Gleugen bij met de kopgroep? Ik zou het niet weten. Dat kun je best doen, hè? Ja, dat is waar. Ik wens je veel succes. Waar is Van Tom naartoe? Want die was hier ook bij, hè? Hij is al terug naar de camper. Hoe is het met zijn gezondheid? Want dat ging niet al te goed, dacht ik, in de Ronde van België. Ja, het gaat wel goed nu. Hij heeft al evenveel koersdagen als vorig jaar, dus dat doet het beste vermoeden, volgens mij. Je hebt een goede klap, hè, Kevin? Ja, daar heb ik geen probleem in. En ook pintere ogen, heb je al een lief? Ik heb nog geen vrienden, nee. Halle loopt er vol van, joh. En je weet, het is het einde van het schooljaar, dan zijn ze allemaal een beetje gewilliger, hè? Ja, inderdaad. Dus, ik zou zeggen, niet ervan vandaag. Je zou kunnen zeggen, ik laat het peloton zo meteen rijden en ik blijf hier een beetje plakken. Nee. Ik ben misschien niet het grootste talent, maar ik ben ook gemotiveerd, hè. Dus ik wil wel de eindstrip halen, ja. Zo horen we dat graag. Kijk, de eerste zijn daar al vertrokken, hè? In uniform. Bedankt jongens, zijn jullie maar met 5? Ja? Oké. 5 is genoeg voor een ploeg. Ik word voortdurend gefotografeerd door 2 meisjes en ik vraag me af, wie zijn deze meisjes? Heidi de Greep van de communicatiedienst. En u bent? Kim Gersen van de sportdienst. Ik dacht al van zijn dat tyfosi moet ik dan zeggen, meisjesvrouw.